Hay toros por los charros de México. In het noorden van Mexico heeft elk dorp zijn eigen arena. Met heel veel zitjes, zodat er veel mensen kunnen kijken. Elke zondag zijn hier stierengevechten. De stieren worden een paar uur op voorhand gelost. En moeten nog even achteraan in de arena wachten. De mensen komen helemaal uitgedost in mooie kleren. Ze moeten vroeg zijn om een zitplaats te hebben. Ongeduldig zit iedereen te wachten op de charros. Dat zijn Mexicaanse cowboys. Deze stoere mannen brengen hun eigen paard mee. Voor de show moeten ze nog een beetje opwarmen. Ondertussen blijft het publiek toestromen. Sommige kinderen dromen er al van om zelf cowboy te zijn. Wanneer er bijna geen zitplaatsen meer zijn, begint de show. Een van de mannen durft het aan om op de stier te zitten. Zo lang mogelijk, totdat de stier er hem afgooit. Dan is het tijd voor de cowboys om de stier met hun lasso's te vangen, zodat de stier weer veilig achter de tralies kan. Yeehaw! Met de volgende ronde doe ik mee.